De motie van wantrouwen tegen minister Riyad Noor Mohammed, die op 6 mei in de Nationale Assemblée was ingediend, is uiteindelijk niet behandeld. Het voorstel komt ook niet meer aan de orde. Dit zegt de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Deo Sherman. Dit besluit is na diverse gesprekken en overwegingen genomen. Voorzitter, eerst zal ik tot 10 tellen om de rust te bewaken, voorzitter, want het is onvoorstelbaar wat er zich hier in het hoogste college van staat voltrekt. Voorzitter, maar ik vraag u de ruimte dat ik mijn punten 2 van orde maak. Allereerst merk je, voorzitter, dat de laatst gesproken minister van Openbare Werken totaal geen respect toont voor de samenleving, niet voor DNA. Doet een zeer kwetsbare uitspraak. Hij komt hier alsof er niets aan de hand is. Dat is 1. Lid Bova. Dames en heren, mag ik rust in de zaal? Lid Bova. Nee. Dit ga ik niet toelaten, lid Bova. De minister heeft misschien een ongelukkige uitspraak gedaan en eigenlijk meer nog op basis van woorden die in zijn mond zijn gelegd. Maar laat dat voor wat het is. Ook al zou de minister dat 2 keer of 3 keer hebben gezegd, bij mij gaat het erom, de minister heeft wel ook een vorm gekozen om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Bovendien heb ik begrepen dat het gebruik is dat als je in het parlement iets zegt dat verkeerd is, dat je in het parlement je verontschuldigingen aanbiedt of terugneemt. Begrijp je wel? Ja, klopt. En heeft de minister dat niet in het parlement gedaan. Dus wij hebben er ook over nagedacht van moet het wel of moet het niet. En uiteindelijk hebben de meeste mensen mij gezegd, niet alleen aan mij, hebben dat over nagedacht van nee. De minister heeft die statement niet in het parlement gedaan, niet in de Nationale Assemblée gedaan. Dus hij kan onmogelijk hier in de Nationale Assemblée zijn verontschuldiging aanbieden. Nou, dat was de status en dat NDP vond dat ze daar over hengsel moesten maken. Dat is een goed recht. Ik bedoel, daarom lawaai maken en denken dat je de sympathie van die samenleving achterin gaat krijgen. Ik vind dat onvolwassen, ga ik eerlijk zeggen. Kijk, het is toch grappig dat je een motie van wantrouwen in die zelf wegloopt uit de zaal en dat je niet eens er bent om je eigen motie te ondersteunen. Want ook als we die motie hadden behandeld, weet je wel, dan was de NDP er niet om te zeggen van ja, ik ben voor die motie. Je bent er niet in de zaal en ik vind dat laf, ga ik eerlijk zeggen. Je kunt niet een motie indienen en uit de zaal weglopen. Dat getuigt van onvolwassenheid. Sherman zegt dat het initiatief van Noor Mohammed om op social media zijn verontschuldigingen aan te bieden terecht is. NDP-parlementariër Melvin Bouva vroeg de vorige week aan de vicevoorzitter om de motie in behandeling te nemen. Bouva vindt dat de minister zich ook in de assemblée moet verontschuldigen voor zijn wangedrag.